het wordt voor mij pas interessant als het spannend is. Niks boeit me dan ook meer dan in alle chaos gewoon de rust en controle te bewaren. En het is dan ook belangrijk dat je in het midden van de chaos juist de rust en controle bewaart. Om zo snel mogelijk problemen te kunnen verhelpen, om zelf problemen kunnen op te lossen of om juist de juiste mensen in te schakelen. Wij zitten er 7 keer 24 uur per dag. We zijn de enige afdeling binnen Rabobank Nederland Groep ICT die daar zitten. Dus op het moment dat er iets gebeurt, dan zijn wij de enigen die dat kunnen waarnemen. Ja, nou, met skateboarden is het zo, als je in een halfpipe zit en je gaat een jump maken, er zit geen vangnet om meer. Als het misgaat, gaat het mis en dan val je gewoon. In het werk is het bijna hetzelfde. Dus als er iets misgaat, ja, er is geen vangnet, wij moeten het oplossen. Als ik hier bovenop een halfpipe sta en ik wil alle risico's overzien, dan neem ik even een moment van rust. Je visualiseert de sprong en je ziet jezelf eigenlijk al neerkomen en weer terugkomen. Bij de Rabobank is dat hetzelfde. Je gaat ervan uit dat alles gewoon goed gaat. Heel onverwachts kan er iets misgaan. En de enige bescherming die je dan hebt zijn je collega's en dat je met z'n allen maar uit moet komen.